allemaal. Nou, welkom bij weer een nieuwe video. Zoals beloofd, deze keer eventjes geen unboxing video of ook eventjes geen mailcall, maar even een review van een full set die ik heb. Een volledige set die ik compleet heb. Ik heb op dit moment 2, dus ik ga jullie eerst laten zien. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Dus nou, daar gaat hij. Enige tijd geleden dus heb ik dit set eindelijk bij elkaar kunnen sparen. Ook met behulp van de Kruidvat, daar waren ze een tijdje terug ook in de aanbieding. Ik had er al 2. Dus nou, ik ga het even allemaal laten zien. Het gaat om de serie DC Comics Bombshells. Het gaat daar eigenlijk over de vrouwelijke villains. De hele serie compleet. Er zit de Joker, et cetera, ook nog bij. Maar ik praat eventjes over deze serie. We beginnen met Poison Ivy. Kijk aan, Poison Ivy. Nummertje 224. Ga ik kijken of ze allemaal op volgorde kunnen hebben. Zoals je ziet zijn het er 5. 5 verschillende. En ik heb er 6. En hoe dat komt, laat ik zo zien. Nummertje 224. Ik zet iets even in het midden. Ik weet even niet op welke volgorde ze gaan zetten. Dus de volgende is nummertje 223. Nou, die hoort er dus net voor. Dat is Hawk Girl. Kaartje valt net af van de Legend of Collectors.com. Kijk. Ik weet trouwens niet of deze al valt het zijn of niet. Het zou me niks verbazen. Hawk Girl 223. Die gaat ernaast. Ik kom allemaal volgens mij in de animated series van Batman ook terug. De andere die ik heb is Supergirl. Hoe kan het ook anders? Die mag zeker niet ontbreken. Nou, het zijn dus niet allemaal villains. Hawkgirl volgens mij ook niet. En Supergirl ook niet. 222 is het trouwens. Dus die hoort hier naast te staan. Kijk, ik heb er al 3. Ik vond de pops er echt gaaf uitzien. Leuke details trouwens allemaal. Dus, maar goed, ik ga gewoon verder. Nummertje 4. Catwoman. Kijk aan. Catwoman. 225. Gaaf uit. Ik vind sowieso de pops met een bril op. Vind ik echt heel te cool. Ja, een beetje doorzichtig. Dat geldt ook voor deze hier. Die daar staat. Die Elton John editie. Ja, heel leuk. Leuke pop. Zet ik hier neer. Nou, nog 2 te gaan. Dus niet veel meer. En dit is Batwoman. Ja, natuurlijk. Geen Batman, maar Batwoman. Als we Supergirl hebben, moeten we ook Batwoman hebben. Een petje op. 221 is dit. Ik zet hem voor het gemak eventjes hier bovenop. Goed. Dit was in principe dus heel de set. Zou je zeggen, helemaal compleet. 5 stuks. Maar er was van één deze pops was ook een Chase editie. Ja, die heb ik dus ook. De Chase editie was van Catwoman. En die ziet er zo uit. Die heb je waarschijnlijk al een keertje voorbij zien komen in het filmpje van mij. Dit is de Chase editie van Catwoman. Heel tof. Verschil met de Chase en de originele is, even kijken, de Chase heeft een paars pakje aan. En de panties zijn hetzelfde volgens mij. En de bril is naar mijn inzien iets donkerder van kleur. Dus de Chase inderdaad heeft een paars pakje aan en de normale editie zwart. Kijk, dit is het verschil. Alle met het nummertje 225. Maar met de Chase is de serie pas echt helemaal compleet natuurlijk. Dus zodoende. Dit is de eerste full set. Ook de eerste full set video. Ik heb nog een volledige set. Die laat ik binnenkort zien in een volgend filmpje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik probeer natuurlijk steeds meer filmpjes te maken en full sets. Ik hoop dat ik er snel daarna weer eentje kan doen. Maar goed, tijd zal het leren. Wellicht volgende keer weer een unboxing video. Of een top 5. Die heb ik ook nog eentje gepland staan. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Goedje allemaal. En tot de volgende video. Doei.